...buiten voor een repetitie met een big band. De drie artiesten nemen hun nummers door voor het grote big band concert binnenkort in Hasselt. Uiteraard willen ze niet onderdoen voor de andere grote namen op de affiche, Chaka Khan en Tony Hadley. Dat is moeilijk, hè. Ik weet niet wat jij wil. Zo'n beetje jazzy toestanden, dat is niet zo simpel. Ja, want het zal wel geen probleem zijn voor jullie. I tried so not to give in. Terwijl Udo zich in het zweet werkt, is Sandrine nieuwsgierig naar de veelbesproken loft. Dat is dus wel beneden geweest, maar hier in de loft is wel de eerste keer. Voilà. Ik ben dus in een ruimte waar nog geen enkele Big Brother bewoner is geweest. Ik vind de locatie heel eigenaardig voor een repetitie. Het Big Brotherhuis is nu niet echt een repetitieplaats, maar het is iets anders en het is wel heel plezant. Udo voelt vooral de aanwezigheid van Big Brother in het kleinste kamertje. Daar is de camera. Het is echt wel kicken als het geluid goed zit, als we goed hebben gesoundcheckt. En zo die kleine opstootjes van al die blazen. Bam, 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 dat is echt wel kicken. De kikker van het nostalgisch klinkt. Dat vind ik ongelooflijk tof. Het neemt je zoveel jaren terug. En ja, dat mag wel eens zo. Ik vind dat super, super om te doen. Ik had mijn haar goed gezet vanmorgen, maar ik ben zo bezweet dat ik er weer helemaal niet uitzie. Maar ja, daar kan ik dus niks aan doen. Hè. Het resultaat van al dat zweet zal te zien zijn op 27 januari in Hasselt.